Geef ik als eerste woord aan de heer Wilders, PVV, en dan mevrouw Marijnissen. Mevrouw de voorzitter, Nederland bloedt. Onze inwoners zijn aan het bloeden. Ze kunnen hun boodschappen niet meer betalen. Ze hebben geen geld voor hun energierekening. Iedereen, jong, oud, mensen met een uitkering, maar ook de middeninkomens. Mensen die geen toeslag krijgen, geen energietoeslag, geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag, die hun spaargeld al op hebben, die mensen kunnen het niet meer trekken. En u kunt, mevrouw de minister, via u, mevrouw de voorzitter, hier niet aankomen en tegen al die mensen zeggen, wacht nog maar even. Daarvoor bent u niet ingehuurd. U zult het spelletje, het sadistische spelletje, al wekenlang van we kunnen niks, we doen niks, wacht nog maar even, wacht nog maar even. U kunt zich dat permitteren. Mensen thuis kunnen zich dat niet permitteren. Ik zag, mevrouw de voorzitter, tenslotte, ik zag een oudere mevrouw op Den Haag FM-televisie zeggen, als dit zo doorgaat, dan neem ik nog liever een pilletje. U kunt niet wachten. Kom nu met maatregelen. De minister. Voorzitter, wij werken heel hard aan die maatregelen. En het is niet zo dat het pas volgend jaar maar wat zal gaan gebeuren. Ook dit jaar gaan we echt nog zaken ervoor zorgen dat echt mensen gewoon hulp krijgen. Want dat is ook nodig. Maar voorzitter, we hebben Prinsjesdag. Ik moet daar ook echt gewoon op wachten om hier concreet te worden met de maatregelen. Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. En dat gaat ook echt gebeuren. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, het is een schandalig antwoord. De oppositie, de hele oppositie, vraagt al een half jaar lang om maatregelen en heeft 100 voorstellen gedaan, moties ingediend, amendementen ingediend. U heeft ze allemaal van tafel geveegd. En ook nu willen we boter bij de vis. We willen niet alleen dat prijsplafond, we willen ook dat u de belastingen op energie, de energieheffing, de BTW, de accijnzen, de zogenaamde ODE-heffing voor milieu op de energierekening, schrap het allemaal, zet het op nul, help de mensen. En uw arrogantie om hier te komen en iedere keer opnieuw te zeggen, wacht maar even, u spuugt de mensen van Nederland recht in het gezicht en dat verdienen ze niet. Minister. Ja, voorzitter, de belastingen zijn verlaagd nu op energie. De BTW is verlaagd op energie. Dat is allemaal dit jaar ook al gebeurd. Ja, er is ook nog meer nodig, zeg ik tegelijkertijd tegen de heer Wilders. En daar werkt het kabinet ook hard aan. Mevrouw Marijnissen, SP, en dan de heer Dassen. Dank, voorzitter. Ja, ik word er langzamerhand ook wel een beetje scheidsziek van dat hier nu weer een minister komt die zegt wacht maar. Terwijl de NOS en andere media kennelijk niet hoeven te wachten, want daar konden we alweer wat plannen lezen. Dus een klemmend beroep ook op deze minister om dat plan, wat kennelijk wel goed genoeg is om met de media te delen, om het fatsoen te hebben, om dat ook vandaag nog met de Kamer te delen. Omdat er daadwerkelijk wat moet gebeuren. Want dat de dag toch is gekomen dat wij hier staan in een rijk land als Nederland, met een minister voor armoede, die staat te praten over voedsel op scholen. En ik zou haar dan ook de vraag willen stellen. Haar collega, mevrouw Kaag, zei recent nog, we moeten beseffen dat we collectief een stukje armer worden. Deelt mevrouw Schouten die uitspraak? De minister. Voorzitter, we zullen als collectief armer worden, maar daarbinnen ook keuzes maken welke groepen wij tegemoet zullen gaan komen. Mevrouw Marijnissen. Ja, dat is dus het allerergste. Dan hebben we op zich al, compleet bizar natuurlijk, in een rijk land als Nederland een minister voor armoede. Gebeurt er inderdaad, zoals de heer Wilders terecht net zei, al een half jaar veel te weinig. Dat moet de minister voor armoede toch met me eens zijn. En dan zien we tegelijkertijd dat de winsten die grote bedrijven maken het eerste kwartaal nog nooit zo hoog waren als de afgelopen 23 jaar. Met andere woorden, voorzitter, er is geld genoeg. Er is geld genoeg. De rijken waren nog nooit zo rijk. De winsten waren nog nooit zo hoog. En we hebben een minister voor armoede en die kijkt weg. Hoe kan dat nu? De minister. Voorzitter, dat zijn de woorden van mevrouw Marijnissen. Ik zeg, als land zullen wij met elkaar armer worden, maar daarbinnen kunnen wij hier politieke keuzes maken. Politieke keuzes om te zorgen dat juist ook de laagste en ook de lagere middeninkomens hier ook geholpen worden. En dat is ook echt de inzet van het kabinet met alles waar wij mee bezig zijn. Bedankt, voorzitter. En zoals door de collega's al is aangehaald, er is maand in, maand uit, is er eigenlijk gewaarschuwd voor deze situatie. En nu zien we dat kinderen in de klas flauw vallen. We lezen vanochtend dat ouders geneigd zijn om boodschappen te jatten omdat ze gewoon niet meer het eten voor hun kinderen kunnen betalen. En er zijn heel veel voorstellen gedaan, inflatietoeslag, energietoeslag, meevallersheffing, solidariteitsheffing, noem maar op. Er is allemaal niks mee gedaan, het kon allemaal niet, het mocht allemaal niet. Maar nou zien we specifiek dat dit gaat over kinderen en eten. En kan de minister dan op zijn minst toezeggen dat we dit jaar er nog voor gaan zorgen? Dat er op scholen gratis schoollunches gaan geserveerd worden. Zodat ouders zich niet meer druk hoeven te maken. Dank u wel. Zodat kinderen met een goed gevoelde buik naar school kunnen. De minister. Voorzitter, ik ben nu in gesprek met onder andere het Jeugd-Educatiefonds. Maar ik doe dat ook met gemeenten en ook andere organisaties.
om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen op scholen waar dat nodig is ook echt eten kunnen krijgen. Dat gaat dan vaak om een ontbijt of iets dergelijks. Dus daar zijn we heel concreet mee bezig. Dat zal niet op alle scholen zijn, want ook niet op alle scholen is dat ook nodig. Maar met de collega van OCW zijn we juist aan het kijken hoe we dat ook gericht kunnen doen daar waar die nood ook hoog is. Heer Dassen. Nou, voorzitter, dat is goed om te horen en dan ben ik benieuwd van de minister te horen. Want 1 op de 10 kinderen leeft inmiddels al in armoede. Dat zal alleen maar stijgen de komende tijd. En we hoeven hier ook niet elke week, denk ik, in dit parlement gaan schrikken van wat er op ons af gaat komen. Want we weten allemaal dat het gigantisch is, dus dan moeten we daar ook op acteren. Dus ik ben dan ook benieuwd van hoe de minister dat dan ziet. En welke scholen dan daarin meegenomen gaan worden. Hoe groot dat gaat zijn, hoe dat gemonitord gaat worden. En daar zullen wij deze week anders zelf ook met een plan voor komen. Minister. Voorzitter, we hebben enigszins een beeld van welke scholen dat ook kunnen zijn. Nogmaals, daar zijn we ook mee in gesprek met het Jeugdeducatiefonds, die dat heel goed in beeld hebben ook. En wij proberen ook met hen te kijken waar we die hulp dus ook het beste en het snelst op een goede manier terecht kunnen laten komen. De heer Van Baarle van Denk en dan mevrouw Palland, CDA. Ja, voorzitter, dit is dus het Nederland van Rutte. Een land waarin een jongetje letterlijk op school neervalt vanwege de honger. Omdat zijn ouders de energierekening niet meer kunnen betalen, de boodschappen niet meer kunnen betalen. En ik vind dat deze minister van de armoedebestrijding zich er echt kapot voor moet schamen. Dat het in dat Nederland gebeurt. En voorzitter, waar deze minister zich ook kapot voor moet schamen, is dat de overheid geld heeft, subsidieregelingen heeft, maar nee verkoopt in de richting van scholen en gemeenten. Als scholen en gemeenten zeggen, wij willen van dit geld graag ontbijt geven aan kinderen. En mijn vraag aan de minister is zij bereid, dat kan ze nu regelen, als de Wiedewerga met haar collega van OCW, maar ook op haar eigen ministerie, te kijken hoe ze die zak met geld wel naar scholen kan brengen, zodat ze wel ontbijt kunnen geven aan die leerlingen. De minister. Voorzitter, ik zoek eventjes naar het punt wat hier gemaakt wordt, dat wij geld zouden hebben dat we niet naar gemeente of naar scholen zouden willen doen. Wij geven elk jaar veel geld aan de gemeente, ook aan de gemeente waar waar de partij, waar Denk ook in het college zit en hier ook de minister of de wethouder van armoede levert. Juist om dit soort kinderen ook tegemoet te komen. Dat gaat doorgaans allemaal via gemeentelijke regelingen. Dus de gemeente heeft hier ook een rol, zeg ik maar eventjes terug. Maar wij zullen hier ook gewoon bijspringen, want dat moet ook. Het is nu niet een vraag wie doet wat. We moeten dit met elkaar doen. Maar het verwijt dat ik geld zou tegenhouden, dat herken ik niet helemaal, voorzitter. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, dat geld wordt tegengehouden, want die vragen die worden gesteld over subsidieregelingen bij het ministerie van OCW, maar ook andere subsidieregelingen waarbij de behoefte is, bij scholen bijvoorbeeld, maar ook bij gemeenten, laat ons hier van die rijksmiddelen ontbijt voor kinderen op school voor financieren. En wat was de reactie van de regering? Nee, dat mag niet van deze middelen gefinancierd worden. Dus wat de minister nu kan regelen voor deze kinderen, die dus letterlijk omvallen, is die regelingen openstellen om ontbijt op school te financieren. En ik zou graag aan de minister willen vragen of ze zo snel mogelijk met een brief kan komen waarin ze ingaat op deze vraag, of ze dit wil regelen. De minister. Voorzitter, ik heb het al gezegd waar wij mee bezig zijn, maar nogmaals, de heer Van Baarle die vermijdt mij nu dat ik ergens geld achterhoud waar ik niet weet van heb dat ik dat heb. Ik weet wel dat de gemeentes ook hier subsidieregelingen voor hebben. Ik woon zelf in Rotterdam. Ik weet, er zijn ook wijken waar gewoon ook echt de scholen van de gemeente Rotterdam ook het geld krijgen om daar ook het ontbijt te verzorgen. Nou, daar kunnen de wethouders, zeg ik ook maar tegen de heer Van Baarle, die moet hij kennen, de wethouder van Rotterdam die hier over dit onderwerp gaat, kan daar zelf ook op acteren. Maar nogmaals, ik ga niet naar iedereen zitten verwijzen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij zullen ook onze rol daarin pakken. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dat een kind op school flauw valt van de honger, dat is een dieptepunt in deze energiecrisis. En het is ook een teken dat dit kabinet steeds weer achter de feiten aanloopt. Dat het steeds weer met plannen nog komt, terwijl we al lang in die crisis zitten. En mijn vraag is, waarom haalt het kabinet nou steeds niet het onderste uit de kan? We zien in andere landen bijvoorbeeld dat er al lang een overwinstbelasting is. Bedrijven die 8,9 miljard overwinst hebben geboekt door deze crisis. Waarom haalt het kabinet niet het onderste uit de kan? De minister. Voorzitter, het kabinet is zich zeer bewust van de grote opgave die er ligt. En dat was voor dit jaar, maar zeker ook voor volgend jaar. Maar we moeten ook zorgen dat de komende maanden, dat dit soort schijnende situaties, nou ja, ik kan niet beloven dat ze niet meer voorkomen, maar dat we wel echt er alles aan doen om dat wel te voorkomen. En ik snap de oproep van mevrouw Teunis dat ze zegt, hebben we nou echt alles uit de kast getrokken?
Voorzitter, wij zijn echt op alle punten aan het kijken hoe mensen tegemoet kunnen komen. Juist de mensen met de laagste en de lage middeninkomens, want daar ligt echt de grootste problematiek. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, ik snap de goede intenties van deze minister van Armoedebestrijding wel. Ik snap wel dat zij nu in gesprek gaat met scholen en het is hartstikke goed als daar goed voedsel op scholen komt. Dat is hard nodig. Maar als we niet meer doen, dan blijft dat natuurlijk dweilen met de kraan open. Want het probleem is gewoon die hoge energierekening. En nou zegt het kabinet weer, ja, we komen met een noodfonds. Ja, dat is al veel te ver erkend, de minister, dat we vooral maatregelen moeten treffen die voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. En dat we daar echt nu niet langer meer mee kunnen wachten. Minister. Voorzitter, ik zei net, denk ik al op de vraag, ik geloof van mevrouw Kuiken, maar het gaat aan de ene kant om het borgen van bestaanszekerheid, aan de andere kant om gerichte maatregelen, omdat je anders sommige groepen echt niet goed kunt bereiken. Die twee proberen we, dat zetten we naast elkaar. En dan hopen we, zeg ik ook bij mevrouw Pallant, dat we doen ook ons best om zoveel mogelijk mensen daar ook te bereiken. Wat ook niet altijd eenvoudig is, maar er wordt echt aan alle kanten wordt aan meegewerkt door iedereen, waar ik ook echt dankbaar voor ben dat ze dat doen. Tegelijkertijd ook om te zien of we bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen kunnen nemen, want ook dat maakt natuurlijk uit in je portemonnee. Dus op al die pijlers zetten wij in om te zorgen dat het, nou ja, de pijn die er is en de moeite die er zijn, dat die nog enigszins verlicht kunnen worden. Ja, voorzitter. Ik vind het wel heel erg dat het in Nederland zo ver komt dat gezinnen een energierekening hebben die zo hoog is dat ze niet eens eten meer kunnen kopen. Nu begrijp ik dat de minister aan het werk gaat om te zorgen dat kinderen dan op school eten kunnen krijgen. En op zich is dat in ieder geval een goed begin. Maar dat gezin is groter dan dat kind. Dus concreet is mijn vraag, krijgen die kinderen ook eten mee naar huis, zodat ook die ouders tenminste een maaltijd kunnen hebben? De minister. Voorzitter, waar we nu aan het kijken zijn, dat gaat echt over puur op scholen zelf. De heer Stoffer. Ja, voorzitter, dan doe ik mijn tweede vraag daar ook maar aan. Maar wat moet het dan met die ouders? Moeten die gewoon honger lijden, omvallen, niet meer voor die kinderen kunnen zorgen? Dat kan toch niet, voorzitter? Daar moet toch ook wat voor gebeuren? Minister. Voorzitter, daar zijn natuurlijk al meerdere initiatieven voor die daar ook in voorzien. Bijvoorbeeld, het werd net al gememoreerd, bijvoorbeeld een voedselbank die daar ook aan in kan voorzien. Maar ik hoop meer dat we gewoon ook in ieder geval de bestaanszekerheid zo kunnen vergroten. Dat mensen op die manier ook echt zelf voldoende geld hebben om ook natuurlijk hun eten te kunnen kopen. Maar dat waar wij nu specifiek aan het kijken zijn, waar ik net het over had, dat gaat echt over de scholen. Dank u wel. Ik zag mevrouw Van der Plas net een fractieheer BBB en dan de heer Klaver. Dank u wel. Ja, ik vraag me af, want dit gaat nu om één specifiek geval. Maar hebben wij wel in beeld of het hier ook om meer kinderen gaat? Want kijk, we hebben natuurlijk wel een beetje de armoede in beeld. Hè, en er zijn ook cijfers van hoeveel kinderen er zonder ontbijt naar school gaan. Maar we zitten nu in een specifiekere situatie dat ook de werkende ouders arm worden, de werkende armen. En is er actie ondernomen vanuit de minister of het ministerie van OCW, van Onderwijs, om bij scholen in het hele land eens te gaan inventariseren wat zij op dit moment zien bij de kinderen op school? Ja, en bent u daarmee bezig? Vraag ik via de voorzitter. Dank u wel, de minister. Voorzitter, dat doe ik via het Jeugd- en Educatiefonds. Die hebben het vrij scherp in beeld, want die hebben juist een netwerk met al die scholen. Zij hebben daar hele directe contacten mee. En bij hen krijg ik dus een vrij scherp beeld over de scholen waar kinderen zitten in omstandigheden die echt wel soms schrijnend zijn. Dus dat doen we via die route. Ja. Mevrouw Van der Plas. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is iets wat al is. Hè? Dat is niet naar aanleiding van dit verschrikkelijke verhaal. En ik vraag me af, kijk, als het op die school in Zaandam kan gebeuren, dan kan dat ook elders gebeuren, wat misschien bij het ministerie of bij ons helemaal niet in beeld is. Dit is dan toevallig in het nieuws gekomen. En het lijkt mij, als de overheid is er voor burgers en niet andersom, lijkt het mij dat dit wel een heel groot alarmsignaal is. Dat je heel specifiek op dit geval, op deze koopkrachtcrisis, op deze energiecrisis, op deze armoedecrisis, nu specifiek gaat vragen bij scholen, want die hebben een signaalfunctie van, jongens, dit is nu hier gebeurd, maar zien jullie dit ook en geef het ons door, zodat je een beeld kan krijgen of je directe hulp ook, zeg maar, kan bieden aan dit soort gezinnen en zeker aan deze kinderen. De minister. Ja, voorzitter, nogmaals, de signalen die komen, dat krijgen wij via het Jeugd- en Educatiefonds onder andere, zeg ik er even bij. Dus als we echt alle scholen, die scholen die zitten er ook niet altijd op te wachten dat ze heel de dag door ons gebeld gaan worden. Dat gaat in een netwerk wat al veel eigenlijk inzichtelijk heeft.
Dus daar hebben wij die contacten ook mee. Dan weten we ook ongeveer, dat gaat dan bijvoorbeeld tot 150% van de wettelijk sociaal minimum. Dus de groep die daaronder valt, hoeveel scholen dat ongeveer zijn, waar die zitten. Dus dat hebben we redelijk in beeld. En daarmee kunnen we ook de gerichte maatregelen nemen, juist voor die groepen. Omdat het daar ook echt wel zwaar begint te worden, of al is. Wat een beschamende vertoning. Echt. Een minister die hier komt zonder enkel antwoord. Coalitiefracties die het maar hebben over allerlei maatregeltjes die er al zijn. Een beschamende toestand. Kinderen die omvallen in dit land. Dat komt niet omdat ze niet de toegang kunnen vinden tot een of andere regeling bij de gemeente. Dat komt omdat die energierekening te hoog is. Al sinds dit voorjaar. En er is maar één optie. Zorg ervoor dat die rekening omlaag gaat. Kom met een prijsplafond. Niet met allemaal ingewikkelde regelingen. Zorg ervoor dat mensen gewoon meer geld overhouden in hun portemonnee. En mijn simpele vraag is, zegt u dat vandaag toe of niet? De minister. Voorzitter, de heer Klaver weet heel goed dat dit niet het moment is om dit soort dingen toe te zeggen. Dit vereist ook echt. Ik waardeer het zeer dat de heer Klaver en mevrouw Kuiken ook meedenken met de oplossingen die er zijn. Het is ook echt niet dat wij zeggen op voorhand kan er allemaal niets en het mag niet. Maar voorzitter, het is een beetje te makkelijk om nu te zeggen, dit gaan we even toezeggen hier, want dit gaan we gewoon doen. De heer Klaver. Voorzitter, echt het paternalistische toontje. We zijn blij dat mevrouw Kuiken en meneer Klaver meedenken. Het is geen schoolopdracht hier. We hebben een serieus voorstel gedaan, al in maart. We hebben het nog verder geconcretiseerd vorige week. Dit is niet het moment, nee, politiek misschien niet. Maar dit is het maatschappelijke moment. Mensen zakken door hun hoeven heen. Kunnen de rekening niet meer betalen. En het enige wat ik hoor is, nou, een gemeentelijke regeling hier of daar. De energierekening moet omlaag. En dit is wel het moment, zeg ik tegen de minister. Dit is wel het moment om dat toe te zeggen. Om leiderschap te tonen, om te zeggen, ja, dat gaan we doen. Ik kan misschien nog niet alle details geven, maar we gaan dit doen, want dit is wat Nederland nodig heeft. En als u dat verzaakt, dan blijft dit gewoon een beschamende vertoning en het kabinet zou zich achter de oren moeten krabben. Door iedere keer te verwijzen naar volgende week. Wat is het signaal aan Nederland? Je hebt één taak als kabinet. Wij hebben één taak en dat is dit land veilig houden. En bij veiligheid hoort dat je je veilig weet in je eigen bestaan, dat je je kinderen te eten kan geven en je huis kan verwarmen. De minister. Voorzitter, daar zijn we ook mee bezig. Ja.